Rikke tikken tikken tik. Ook zo'n printergeluid erachter fixen. Hi, welkom. Leuk dat je kijkt naar een update video van Gamersnet. Dit is Leon, ik ben Tom, Peter zit daar ergens achter de camera. En wij drieën, togen binnenkomt af naar Los Angeles. Ja. Yeah. Voor de E3. City of Angels. Ja. Of zo. Dat zeggen ze. Ik heb ze nog nooit gezien daar. Nee, dat is heel gek. Ik weet niet. Ik wacht ook nog steeds, want ik kut, weet die gast van Californication, Hank Moody. Henk Moody, ja. Ik hem een keer tegen het lijf lopen. Nooit gebeurd. Nee. Echt, Dr. Dre ook steeds. Ik loop hem telkens mis. Het is zo, het is niet fraai. Tupac is ook, waar is die jongen? Hij zou daar zijn, vakantiehuisje. Ja, we weten het allemaal niet. Maar nee, het punt is, wij zijn... tijdens de E3 in Los Angeles, en de E3 is natuurlijk 's werelds grootste of meest belangrijkste gamebeurs op aarde. En dat is vanaf volgende week en Gamersnet is erbij, zowel met het thuisfront als zeg maar het front wat gewoon in LA loopt de zonnebakken. Wat gaan we doen, Leon? Wat gaan we doen? We gaan heel veel doen. We gaan sowieso denk ik meer doen dan ooit. Wow. We zijn natuurlijk elk jaar op E3 geweest, maar nu gaan we wat extra dingetjes proberen. Ja. Te beginnen met de ochtendshow, work in progress title. Het is de hashtag geen E3 ochtendshow, maar het vette van, weet je, wat is het nadeel van de ochtendshow? Is natuurlijk dat je vroeg moet opstaan. Ja, precies. En daar houdt niemand van. Maar het voordeel is, wij moeten vroeg opstaan, maar er is een tijdsverschil van 9 uur. Dus bij jou begint hij gewoon, wat is het, 5 uur volgens mij? Om 5 uur. Om 5 uur begint jouw ochtend. S'avonds dan, en niet denken dat je nou je wekker heel vroeg moet zetten. 5 uur s'avonds, dan staan wij net op en dan gaan wij met jou bespreken wat er die dag allemaal gaat gebeuren. En dat doen we dan live. Dus dat is te zien op twitch.tv/gamersnet. Dus kom vooral langs, je mag ons daar ook zeker volgen, want dat is leuk. Zijn partner is ook even ons geld. Nee, valt er mee. Dan krijg je een emoticon van zijn hoofd. Inderdaad, en er eentje van Peter. En een hartje van Gamersnet. Hey. Maar nee, dat is niet het enige, want we hebben natuurlijk op meer livestreams, ook met de persconferenties, gaat er gelivestreamd worden. En dat is vanaf het thuisfront. Dus als de persconferenties zijn, hoe laat is dat Nederlandse tijd allemaal? Dat is heel goed, want dat verschilt nu, want het is allemaal een beetje verspreid. De eerste is zaterdagavond. Het staat ook allemaal in het grote GN3-artikel dat je op de frontpage vindt. Ja, klik even door in de site en zo. Dan is zondagavond Microsoft, maar de grote avond is de nacht van maandag op dinsdag. Want dan heb je eerst PC-gaming, dan Ubisoft, dan afsluitend. Midden in de nacht, Sony. Nou, dat is wel een goede afsluiter, though. Sony heeft altijd goede persconferenties. Sony heeft altijd hele goede persconferenties. En dat is ook de persconferentie waar wij... we zijn natuurlijk bij allemaal zijn aanwezig. Maar allemaal kun je volgen via games.nl, lekker meechatten. Maar dat is ook de persconferentie waarbij jij vanuit hier gaan livestreamen. Ja. Met live uitzendingen van Gamersnet Radio. Nabesprekingen, voorbesprekingen. Kun je gezellig meechatten. Ja, in heel interactief. Heel web 2.0. Web 2.0, wauw. Glossy stickers in Photoshop gemaakt. Alleen designers snappen deze. Maar nee, inderdaad. En je kunt alle persconferenties ook op twitch.tv/gamersnet kijken. Want we hosten ze allemaal. Dus als je zoiets hebt van, oh, de persconferenties zijn er wel. Maar ik vind het internationale chat veel te druk en ik kan geen Engels. Dan kun je gewoon lekker in het Nederlands mee chatten met al je boys van Gamersnet. Hoppatee, doen we gewoon zomaar. Maar dat is niet alles. Want terwijl wij op E3 zitten in Los Angeles. De rest van de tijd, ook na al die persconferenties, zijn we gewoon een verslag aan het doen van de beurs. Dus er komen heel veel previews. Er komen geschreven previews, video previews komen eraan. En ook dagelijks vlogs. Dus mocht je nog iets leuks willen zien van de beurs of van onze reis, hit ons op in de comments. Dan gaan we kijken of we dat kunnen doen. Dus samenvattend, de persconferenties moet je op Gamersnet zijn. Dus in de ochtend / middag begin je met de grote Gamersnet ochtendshow. Elke dag een nieuwe vlog. Elke dag video's van previews. Elke dag geschreven previews. En nog fotoreportage als ik zin heb. Fotoreportage en, last but not least, we gaan weer al onze goodies weggeven. Oh, tuurlijk, ja. Het kan ook niet anders. Nou, al onze goodies, we hebben er altijd wel 1 of 2 die we even stelen voor onszelf. Want gewoon, dat is gewoon gezond. Maar de rest geven we natuurlijk allemaal weg aan jullie. Dus check daar ook voor de prijsvraag op. Alweer een sticker, alsjeblieft. Die gaat de Gamersnet. Weer een sticker. Oh, en mocht je nog meer willen weten van de E3, je kunt altijd gewoon gedurende nu en tot in de oneindigheid kun je hashtag GNE3 erin gooien in je tweets of in je Instagram of whatever. En dan kijken wij daarna om te kijken of er nog vragen zijn of dingen die je in wil sturen. Kan allemaal. En je mag ons allemaal volgen op social media. Al die linkjes staan allemaal in de beschrijving. Ja. En dat dus was wees gewoon elke dag op gamersnet.nl. Heb hem altijd openstaan, dan komt het sowieso goed. Ja. En vragen, comments, opmerkingen, whatever. We zien het in de comments. En tot op E3 in LA. Yay! California. Oh, dat lukte niet zonder de autotune. edit Tom.